Ik ben Piet Huizentruit en 20 jaar geleden had ik een ganse week totaal geen volk in mijn restaurant. Ik had de keus doorgaan of opgeven. Ik heb gezegd, ik spring iedere dag die 2 meter horde. Want opgeven staat niet in mijn woordenboek. Ondernemen is niet zonder risico. Ook wie faalt, verdient ons respect. Het goede nieuws? Je komt er sterker uit, want mislukken is een goede leerschool. Bekijk alle faalverhalen op metfalenenopstaan.be.